Sinds een aantal jaar organiseert SVV een 7-7 voetbaltoernooi ter ere van de bekende oud-voetballer Piet Romeijn. Vorig jaar kon het toernooi niet worden gespeeld, maar er is goede hoop dat dit jaar in september het toernooi wel weer gespeeld kan worden. Schie blikt hier alvast op vooruit met Henny Iedema van SVV. Ja, het is de 6e editie en dat zal eerste week september gaan worden. Voor de mensen die het niet kennen, jullie doen dat nu een aantal jaren, dat 7-7 toernooi. Wat is dat precies? Nou, het is eigenlijk voortgekomen met de onbescheidenheid die ik heb uit mijn hersenpan. Ik heb altijd gevonden dat iconen die hier bij SVV hebben gespeeld, die altijd onderbelicht zijn gebleven. Toen kwam ik een keer Piet Romeijn tegen bij het Hof van Spaarland. En toen heb ik een stoute schoen aangetrokken en ben ik naast hem gaan zitten. En toen heb ik het idee opgevat om met hem eens te gaan praten over een eventueel Piet Romeijn toernooi. Nou, vond hij perfect, want Piet is een heel aardig mens. En niet meer als waard dat hij zo'n toernooi op zijn naam krijgt. Dat 7-7, dat zijn dan zevenallen die tegen elkaar spelen? Ja, het zijn zevenallen. Spelen over de breedte van het veld. En er is altijd veel animo voor. Gelukkig. Ja, want dan moeten we natuurlijk dan vooruitblikken of terugblikken naar de periode voor corona. Maar u gaf het al aan, toen was het ook al een groot succes, dat toernooi. Ja, nou, hij is twee keer letterlijk in het water gevallen door veel regenval. De vereniging als aanzien heeft daar goed bij geboerd. Want ja, we zaten allemaal binnen. Ja, toen zaten we ook aan de constructie. En het is natuurlijk ook voor de vereniging is dat alleen maar goed geweest. Verleden jaar hebben we natuurlijk september hebben we ook Piet Romeijn toernooi door kunnen laten gaan. Dat was een hartstikke groot succes. Mooi weer. En genoeg volk op de been om ook SCV in deze barre tijden toch weer te voorzien van de nodige lucht. Ja, de oudere mensen kennen Piet Romeijn nog wel, want hij maakte deel uit van het Feyenoord dat in 1970 de Europa Cup 1 won. Maar voor de jongere kijkers, wat was Piet Romeijn nou voor speler? Ja, Piet Romeijn was natuurlijk bij SVV. In 1966 was hij rechtsback. En zo is hij naar Feyenoord getransfereerd geweest. Waar die onderdeel inderdaad uitmaakte van het kampioenselftal van 1970. En dat ze de Europa Cup 1 wonnen. En ook als rechtsback zijnde. Hoe vindt Piet Romeijn trouwens dat hij nu een toernooi heeft wat naar zichzelf is vernoemd? Ja, Piet vindt het heel erg leuk. Ja, hij is ook iedere serie is hij erbij, zodra het kan. En afgelopen september is Piet hier ook geweest. En die heeft ook met heel veel mensen gesproken, oudere mensen gesproken. En bijvoorbeeld Harry van Kapel, die kent hij toch uit de jeugd, omdat Peter Romeijn zijn zoon, die heeft daar weer mee gevoetbald. Dus ja... feest der herkenning, zeg maar. Kunnen ploegen zich inschrijven voor dat 7-7 toernooi? Ja, ze kunnen contact met mij opnemen. Dat kunnen ze dat ver van tevoren doen. Bijvoorbeeld nu al. En daarnaast hebben we natuurlijk de vaste ploegen, zeg maar, die altijd met ons meedoen. Waaronder een HBSS, waaronder een VVK met twee teams. VVK heeft natuurlijk ook met een DHS-achtergrond. Piet Romeijn heeft ook een DHS-achtergrond, dus ja... Daar lopen ook weer dwarsverbanden. Piet vindt het hartstikke leuk. Maar teams kunnen zich inderdaad bij mij inschrijven.